Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag middels het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, een expositie geopend voor Natin studenten. Hiermee willen de trekkers van PURP, studenten van Natin en van de studierichting Infrastructuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname interesseren om actie te ondernemen. PURP-manager Natasha Deul zegt dat tijdens de expo enkele Natin-studenten hun ideeën ten aanzien van rehabilitatie van de historische binnenstad hebben tentoongesteld. De studenten zijn geïnteresseerd, ze zijn enthousiast zoals je om je heen ziet. Ze zijn in grote groepen aangekomen en daar zijn we blij mee. Het voornaamste doel van ons programma is het revitaliseren van onze binnenstad. En als je kijkt, zie je overal gebouwen die reeds zijn afgerond, gebouwen die nog gerenoveerd worden. Maar ook de openbare plekken zoals Palmentuin, Waterkant en het Kerkplein zijn tentoongesteld om aan te geven wat we daar allemaal zullen uitvoeren. Er zijn ook studenten van Natin die een afstudeeropdracht hebben uitgevoerd in de binnenstad. Dus ook zij hebben hun werkstukken opgehangen, zodat de studenten, de medestudenten, kunnen zien wat er allemaal gedaan is. Deze activiteit van PURP is onderdeel van de jongerencampagne Wij erven deze stad. Tijdens de expositie zijn de jongeren geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het rehabiliteren van de binnenstad van Paramaribo, welke is opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Ook zijn zij geïnformeerd over hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de rehabilitatie van de stad.